Hebben jullie ook zo'n cliënt? Een cliënt met een dossier zo dik als een telefoonboek. En wat doe je met zo'n dossier? Zo'n dossier zet je in de kast of dan leg je in de la en dan kijk je waarschijnlijk niet meer naar om. Ik had ook zo'n cliënt, Anna. Anna was een vrouw van 47 jaar met een licht verstandelijke beperking. Wat was er aan de hand met Anna? Anna vertoonde ernstig problematisch gedrag. Begeleiders ergerden zich er rot aan. Anna kon schelden, vloeken, tieren, tekeer gaan. En begeleiders namen dit gedrag Anna kwalijk. Begeleiders vonden het vervelend als Anna zo deed. Als Anna begon te vloeken, dan zei een begeleider daarover tegen mij: Els, dit doet ze erom, daar raakt ze me mee. Ik vind dat zo vervelend, ze moet er beter weten. Begeleiders begonnen langzaam vast te lopen in de omgang met Anna. Begeleider vertelde ook, en weet je, en dan gaat ze ook nog schoppen, slaan, bijten. Verschrikkelijk. En soms ben ik in het dorp met haar en dan trekt ze toch zomaar haar bovenkleding uit. Dat kan toch niet? Ze weet ondertussen ook wel dat dit niet kan. En begeleiders werden steeds wanhopiger en steeds meer gefrustreerd. Ze liepen vast in de begeleiding met Anna. En ik kreeg geen grip op die beeldvorm van Anna. Wat was er maar aan de hand? Ik begon de onmacht en de frustratie van het team te delen. Ik wilde zo graag weten wat er aan de hand was. Anna deed iets met mij. Anna deed iets met het team. Anna deed echt iets met haar omgeving. En zo kwam ik een keer thuis en Anna zat in mijn hoofd. Anna puzzelde mij. Ik kwam er niet uit. Wat is er met Anna aan de hand? En dan kun je jezelf zo gefrustreerd en machteloos voelen. En wat ik toen ben gaan doen, ik ben Anna gaan tekenen. Ik dacht, ik wil het helder hebben. Wie en wat is Anna? En ik tekende Anna, gaf haar een gezichtje. Ik dacht, oh, ze hoort, ze ziet. Als jullie hier naar kijken, ik heb ooit nog eens een keer de leraaropleiding gedaan tekenhandvaardigheid. En als je dit ziet, begrijpen jullie waarschijnlijk waarom ik die niet gehaald heb. Terug naar Anna. Ik had Anna's dossier gelezen, ik had Anna zelf gezien, ik had Anna meegemaakt. En ik begon al die dingen op te schrijven, wat ik gezien had, hoe ik dacht dat Anna communiceerde. Vervolgens ging ik ook nog nadenken, hé, en wat doet ze op dat moment? Maar wacht, Anna heeft ook een hart. Anna voelt. Hoe voelt ze eigenlijk? En wat voelt ze eigenlijk? En wat betekent dat? En hoe doet ze eigenlijk? Ook dat wilde ik weten. En omdat ik dat dossier aan het lezen was, dacht ik, oh, maar er is nog veel meer aan de hand. En dat ging ik ook opschrijven. En dat alles bracht ik erin. En jongen, 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 wat staat er veel in het dossier wat zij allemaal wel niet meegemaakt heeft? Dat wilde ik er ook bij hebben. En ook dat begon ik op te schrijven. En hoe chaotisch deze tekening voor jullie mag zijn, mij leverde het tekenen en alles op papier zetten heel veel duidelijkheid op. Die tekening bracht mij duidelijkheid. Het leerzame over Anna zat onder andere voor mij in het maken van een tekening en het gaan opschrijven van al die informatie. En hoe meer ik tekende, hoe meer er voor mij duidelijk werd, maar ook zaken die onduidelijk waren. En met die tekening erbij ben ik verbanden gaan leggen. Zoveel verschillende mogelijke oorzaken die een reden kunnen hebben. Bij Anna is er sprake van een hoog IQ. En toch wordt ze op dat IQ overvraagd. Anna begrijpt de gesproken taal niet op het niveau van haar taalbegrip. Anna wordt verantwoordelijk gehouden voor haar gedrag. Maar ik dacht, zit dat wel in haar mogelijkheden? En ik kreeg ook nog verschillende vragen. Bij Anna werd vanuit gegaan dat ze borderline had. En ik dacht, is het borderline of zou al die levenservaringen hetgeen zijn wat een grote rol speelt? Zoveel verschillende oorzaken, zoveel mogelijke verbanden. Hoe zou dit nou voor een team zijn?
Het team van Anna, ze wilde zo graag, maar zij snakte naar houvast. En het mogen duidelijk zijn, dit hadden ze niet. En wat doe je dan? Wat doe je dan als begeleider? Sommige begeleiders hadden de focus op borderline. En zij hielden een emotionele afstand van Anna. Andere begeleiders gingen ervan uit dat Anna een hele kleine 2-jarige peuter was. En wat doe je dan? Dan bied je emotionele nabijheid. Mensen, dit staat toch haaks op elkaar? Het houden van een emotionele afstand en het bieden van emotionele nabijheid. Begeleiders hadden de focus op verschillende oorzaken van het gedrag en zij verklaarden dit gedrag vanuit hun eigen visie. Zoveel verschillende manieren van begeleiden, dat maakt het toch voor Anna niet duidelijker op? Als iedere begeleider zijn eigen oorzaak en zijn eigen verklaring erop nahoudt, dan wordt het voor Anna onveilig en onbetrouwbaar. En ik realiseerde me, door het maken van die tekening en door dat met elkaar in verband te gaan brengen, dat dat ontzettend hielp. Ik ben het met het team van Anna gaan doen en ze hadden houvast aan. En ik dacht, als dit werkt voor dit team, waarom zou ik dat dan niet vaker gaan gebruiken? En wat ik ben gaan doen, zoals jullie waarschijnlijk, waar jullie meer bekend zijn, is je gebruikt picto's in de ondersteunde communicatie voor de cliënt. En zo ben ik een picto gaan ontwikkelen voor de begeleidingsrelatie van de begeleider met de cliënt. Op die picto wordt het beeld gevormd van de cliënt en dat is het ontstaan geweest van de beeldvormingspicto. En laat ik jullie nu eens gaan uitleggen hoe zo'n beeldvormingspicto werkt, want daar wil ik jullie heel graag in meenemen. Ik gebruik hetzelfde poppetje. Dat heb ik op een format teruggebracht. Dit kan een vrouw zijn of dat kan een man zijn. En vervolgens schrijf ik daarbovenin de naam en de geboortedatum. Ik breng er een aantal categorieën in aan. Maar bovenal worden er de diagnoses en de relevante dossiergegevens ook bijgeschreven. De categorieën die ik aanbreng is wat denkt een cliënt, het denken. Maar ook de taal vind ik belangrijk. Dus het praten wil ik hierin terugzien. En vervolgens, hoe voelt de cliënt? In dat voelen vind ik enorm belangrijk om ook de emotionele afhankelijkheid erbij te benoemen. Maar ook, kan een cliënt wel emoties differentiëren? En vervolgens, wat kan een cliënt allemaal doen? Het geweten van een cliënt is ook zeer belangrijk om daarin aan te brengen. En daarbij niet te vergeten de rugzak. Vervolgens breng ik hier een aantal onderdelen in aan. Ik begin bij het denken. Daar ga ik het IQ vertalen naar de ontwikkelingsleeftijd. Ik kijk wat gebruikt een cliënt aan taal, maar hoe begrijpt hij ook of zij de taal? En deze worden ook weer terugvertaald naar die ontwikkelingsleeftijd. En wij vinden het heel belangrijk om zowel de emotionele als de sociale ontwikkeling van die cliënt in kaart te brengen. En ook die komen hierin terug, waarbij ik graag wil weten in welke fase de cliënt zit, zowel op het differentiëren van emoties als op die emotionele afhankelijkheid. Een cliënt heeft vaak veel vaardigheden, maar we moeten ook wel weten wat de ervaringsuitschieters zijn. En op zo'n manier zie je op één A4'tje een heel duidelijk overzicht. Laat ik jullie nu eens meenemen wat ik samen met het team aan uitkomsten heb gekregen rondom Anna. Anna had een kalenderleeftijd van 47 jaar. Uit haar dossier haalde ik dat er sprake was van een licht verstandelijke beperking, autisme, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, hechtingsproblematiek en ook nog eens een keer angsten en dwangen. Het IQ van Anna, daarin las ik in het dossier dat er sprake was van een onbetrouwbaar IQ. Daar fluctueerde zij in tussen een 7- en een 11-jarige. Anna kon best goed babbelen. Anna had taalgebruik voor een 10-jarige. Maar zij begreep de taal maar vanaf een 7-jarige.
En gaan we dan naar het voelen van Anna kijken. Emotioneel was zij die kleine peuter. Maar sociaal was Anna die kleine dreumes. En Anna, die was volledig afhankelijk van de ander. Daarin zat zij in de adaptieve fase. Een babyniveau. En Anna kon niks met de emoties die zij in haar lichaam voelde. Ook daarin scoorde zij laag. Maar Anna kon vaardigheden als de beste. Daarin zat zij tussen de 7 en 11 jaar. Haar geweten, kwamen we achter, was een sprake van een extern geweten. De rugzak van Anna, nou, daar zat heel veel in. Anna, daar was sprake van jeugdtrauma's. Anna, haar vader, was alcoholist en had een harde hand van opvoeden. Bij Anna was sprake van pedagogische verwaarlozing en ze is veel gepest geweest. Ze was zo bekend met mislukervaringen. Anna was overvraagd omdat ze moest voldoen aan het normaal zijn. Anna had allemaal verschillende woonomgevingen gehad en zelfs een keer is Anna als crisis uitgeplaatst binnen de psychiatrie. In één A4'tje, een heel helder, duidelijk overzicht over Anna. Zeer constructief als je hier naar kijkt. Maar mensen, dit zijn alleen nog maar losse onderdelen. De belangrijkste stap is om de samenhang hierin aan te brengen. Samenhang in de informatie die daar staat. En dat noem ik het gaan doorleven. Door de samenhang met elkaar te gaan zien, ontstaat er inzicht. Inzicht hoe al deze verschillende factoren het gedrag beïnvloeden. Laat ik jullie dit aan de hand van Anna uitleggen. Bij Anna was sprake van angsten, dwangen en een laag verbaal IQ. Als Anna te horen, Anna hoorde wel de opdracht die zij kreeg, maar Anna begreep niet wat die opdracht inhield. Dat maakte dat Anna voelde in haar lichaam dat ze onzeker begon te worden. Maar zij kon niks met dat gevoel. En dan werd Anna zeer angstig. En als Anna zeer angstig werd, dan begon Anna heen en weer te lopen en alle dingen te pakken. Met als gevolg dat er probleemgedrag ontstond. Een ander voorbeeld. Bij Anna was sprake van een extern geweten. Terwijl je op dat IQ zou je denken, zij moet toch weten wat goed en fout is? Als ze vloekt, weet ze toch dat dat niet kan? Maar Anna had een zeer laag emotioneel niveau. Anna kon niks met de emoties van anderen. Dus op het moment dat Anna vloekte, kon zij niet invoelen wat haar gedrag betekende voor de ander. Dat kon je Anna eigenlijk niet kwalijk nemen. En zo zie je hoe al die verschillende factoren het gedrag kunnen beïnvloeden. En ik heb jullie nu uitgelegd wat een beeldvormingsspectrum is, hoe die wordt ingevuld en op welke manier die is opgebouwd. Maar mensen, het allermooiste met de beeldvormingsspectrum is om dit samen met het team te doen. Het proces met het team is het mooiste wat je met deze manier van werken kunt doen. Op het moment dat ik verdiep me enorm in de casus waarbij ik betrokken ben. En ik lees me goed in, maar die beeldvormingsspectrum invullen, dat doe ik niet zelf. Dat doen we samen. Dat doe ik samen met het team, met de orthopedagoog en het liefst zelfs met familieleden van de cliënt erbij. En we nemen een leeg format en we gaan dan als team bij elkaar zitten. En ik laat die begeleiders op die verschillende onderdelen roepen waarvan zij denken dat daar moet komen staan. En jullie begrijpen het al, de uitkomsten zijn vaak zeer variërend. En dat geeft al het eerste inzicht en de eerste vragen bij de begeleiders zelf. En vervolgens ga ik samen met hun kijken naar de daadwerkelijke uitkomsten. En op zo'n moment, als we die daadwerkelijke uitkomsten onder elkaar hebben staan, dan ga ik vragen stellen, welke oorzaak en op welke manier en hoe zou die een effect kunnen hebben op het gedrag? En ik geniet er zo van om te gaan zien dat begeleiders op zo'n moment zelf verbanden beginnen te leggen. Zelf allerlei koppelingen gaan maken. Prachtig toch? De beeld van mijn spectrum op zo'n moment wordt van hunzelf. Als ik met zo'n beeld van mijn spectrum bezig ben, zijn begeleiders zeer gretig, zeer enthousiast en zeer betrokken
om hier uiteindelijk een volledig plaatje van te krijgen. Op het moment dat begeleiders inzicht krijgen, krijgen zij ook herkenning en erkenning voor de cliënt. Dat is toch ook wat we willen? En als we zo bezig zijn in zo'n bijeenkomst, ervaar ik dat het zo constructief is en zo effectief. Ik kan jullie vertellen, en dit is echt, dit was een aantal weken geleden. Ik was met een team bezig en we waren de beeldvormingsspits aan het invullen. En de moeder van die cliënt was er ook bij. En op het eind van de bespreking zei moeder tegen ons allemaal, vandaag is mijn dochter opnieuw geboren. Prachtig. 75% mensen zit in het snappen van het probleem. En dan zijn de oplossingen en datgene wat je zou moeten doen, dat is dan niet meer zo ingewikkeld. Laat ik me één voorbeeldje geven, Anna. Begeleider zei tegen Anna, Anna, ga naar boven en ruim je kamer op. Anna vertikt het. En begeleider zei, Anna, ga. Anna ging, maar op dat moment, jullie kunt je voorstellen, veel probleemgedrag. In plaats van dat de begeleider direct naar boven ging, gingen ze met elkaar samen kijken naar die beeldvormingspicto. En gingen ze overleggen, wat zou de reden hiervoor kunnen zijn? En één begeleider zei, ze heeft het niet gesnapt. En daarom is ze angstig geworden. Maar de andere begeleider zei, ik denk dat ze jou nodig heeft gehad omdat ze een heel klein kind is. Dat je het samen had moeten doen. En op zo'n manier kregen zij zelf inzichten in de redenen die er zouden kunnen zijn voor dat probleemgedrag. Prachtig om te zien dat begeleiders meer en meer handelingsbekwaam werden. En dat ze initiatieven begonnen te nemen om zelf na te gaan denken en te kijken wat ze zouden kunnen doen. De beeldvormingspictor werkt. En het mooiste bewijs wat ik hiervan heb, is dat ik een hele tijd terug op een locatie kwam. En een van die begeleiders kwam naar me toe en hij pakte de beeldvormingspictor uit zijn broekzak. En hij begon mij te vertellen waarom ze deden wat ze deden. Moeten jullie nou eens terugdenken aan dat telefoonboek? Dat was toch met een telefoonboekdossier nooit gelukt? Dank jullie wel.